Een huis dat ze in zijn geheel verplaatsen, dat zie je niet elke dag. En daarom waren er veel nieuwsgierigen. Die moesten veel geduld hebben, want zo'n verhuizing doe je niet zomaar even. Er is 2 dagen vooruitgetrokken. Maar ja, er was tegenslag. De ondergrond was niet stevig genoeg voor de wagens. Het was de bedoeling dat vanochtend die platte wagens er al onder hadden gestaan. Maar dat moet natuurlijk wel heel veilig gebeuren. Dat moet stabiel staan, want het huisje weegt 240 ton. En dat betekent gewoon dat je niet het risico kan nemen van, nou weet je, we proberen het wel. Het seinhuisje werd in 1907 gebouwd. Met de hand werden de seinen en wissels bediend. Totdat de computer het in 1994 overnam. Het personeel moest voortaan ergens anders werken. Met weemoed keken vandaag veel oud-medewerkers toe hoe hun oude werkplek werd verplaatst. Ja, ik heb er een kleine 15 jaar op bezig geweest. Het ding staat er onderhand al 100 jaar. En uiteindelijk is het wel leuk dat het behouden blijft natuurlijk. Ik was hier vroeger sectiechef van het seinwezen, in mijn jonge jaren. Dus dan was dit in bedrijf. Dus het heeft voor mij een beetje jeugdherinneringen, zeg maar. Het huisje stond op een ongelukkige plek. Bijna niemand zag het, omdat het midden tussen alle sporen lag. En daardoor was het ook moeilijk het huisje te restaureren. 1,5 kilometer verderop wordt nu de eindbestemming, zodat het opgeknapt kan worden en zodat iedereen ervan kan genieten. Dit huisje is echt uniek. Het is een van de laatste seinhuisjes die we nog hebben in Nederland. Het is niet voor niks een monument. Zowel qua vormgeving als de inrichting van binnen moet dit gewoon voor het nageslacht worden bewaard. Nou, ik denk wel dat ik nog wel eens een keer ga kijken, ja. Vooral als het natuurlijk weer een beetje in zijn oude staat is. De verhuizing kost 1,8 miljoen euro. In de toekomst komt er in het oude seinhuisje een kantoor en een vergaderruimte.